Over 5 weken is het zover. Na 4 jaar stilte komt het muziekprogramma Bring the Noise weer terug op RN7. In het 4e seizoen trekken we nog 1 keer alles uit de kast op muzikaal gebied. En om alvast een beetje warm te draaien en om het geheugen een beetje op te frissen, kun je de aankomende weken kijken naar de hoogtepunten van de eerste 3 seizoenen. Dit is Bring the Noise Rewind. Het meest kleurrijke festival in de regio vond plaats in de zomer van 2015. Op het terrein van de Vazen werd er gedanst en maakten bezoekers elkaar vies met het gekleurde Holy Powder tijdens het Holy Fusion Festival. Helaas bleek het ook de enige editie van het festival te zijn, maar gelukkig hebben we de beelden nog. Bring the noise when we run upon them. Freak, freak, da, da, da. Freak, da. Wisselwerking is. Ik geef energie, die krijg ik terug van hun.
En dat gaat heel de set zo door. Dus ik moet zeggen dat vanaf het moment dat ik opkwam was het al echt meteen aan. Dus het was leuk, mensen waren heel blij. Het zonnetje schijnt. Mensen zitten helemaal onder de poeder, net als deze dame hier. Ja, jij niet. Nee, ik ga alleen een beetje op je neus. Oh nee, toch? Ja, een klein oranje streepje. Ah, shit. Ja. Maar nee, ik moet hier nou ook meteen door, dus ik kan niet helemaal onder het poeder zitten. Nee, waar moet je heen? Ik ga nou naar Dreamfields. Oké, maar vond je Hollyfusion wel leuk? Ik vond het heel leuk. Ik vind het concept heel leuk. En ik heb zelf een concept dat Full Color heet. Ja. Dus ik hou heel erg van kleuren en van enthousiast en dit soort dagen. Dus ik vind dit heel erg leuk, ja. En is Nijmegen dan extra leuk? Nou, over een tijdje staan we in Eindhoven. Ja? Dat is mijn eigen stad. Dus ik vind Nijmegen top. Maar ik heb ook erg veel zin om bekende mensen in Eindhoven onder de poeder te zien. Snap ik. Maar Nijmegen is wel één van de leukere steden dan, toch? Volgens mij wil jij dat ik daar zeg en dan zal ik het zeggen. Ik vind Nijmegen altijd heel leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, veel plezier vanavond dan nog. Dankjewel, jij ook. Dank je. Zie ik er heel raar uit? Nee, je bent alleen één kleur. Iedereen heeft allemaal kleuren, maar jou hebben ze alleen met roze gehad. Ja. Maar je ziet er knap uit. Hoe vind je het hier? Ja, het is heel leuk. Wat is het zo leuk? Ja, gewoon met kleur, met kleurgoeden allemaal. Dat is echt heel leuk. En met wie ben je hier? Met Robin en Imke. Ben jouw vriendinnen? Ja. En hoe vind jij het hier? Ik vind het echt heel leuk. Wat vind je er zo leuk aan? De muziek en de kleuren. En jij? Ik vind het ook heel leuk. Jij ook? Hallo. Heb je het een beetje naar je zin? Hartstikke lekker. Wat gaat er zo lekker dan? De muziek, de kleuren, dit sfeertje is gewoon helemaal top. En met wie ben je hier? Met Staal, Nina, haar weer naam weet ik niet, en met Dion. Waarom weet je haar naam niet? Heb ik niet gevraagd. Oh. Kom eens hier. Hoe heet jij? Isabel. Want hij weet jouw naam niet. Ja, heb ik niet gevraagd. Oh, dit is Sebastian. Sebastian, hoe vind je het hier? Ik vind het helemaal geweldig hier. Waarom? Het begon niet zo leuk. Ik vond de DJ's wat minder, maar hoe later de avond loopt, ik vind het helemaal geweldig. En met wie ben je hier? Ik ben met deze twee jongens. Oh, en wat zijn jullie van elkaar dan? Dat is mijn beste vriend, daar woon ik samen mee. Hem ken ik al een aantal jaar van de hockey. Dus jij bent van de hockey? Ja. Wat leuk. Wat zeg je? Vertel daar eens wat over. Ja, dat is mooi. Ik kom volgend jaar bij mijn team waarschijnlijk. Ja. En we werken samen achter de bar, dus dat is helemaal mooi. Ah, heel leuk. Wil jij nog iets zeggen? Nee. Ook niet tegen de mensen thuis. Hoi mama. Mama? Nee. Ja, mama kijkt altijd naar deze zender. Echt waar? Oh, dat vind ik mama heel lief. Dag mama. Dan gaan we direct door naar een feestje dat inmiddels ook niet meer bestaat. In de winter edition van Bring the Noise brachten we een bezoek aan Club 7, een maandelijkse disco in Arthouse Lux, speciaal voor 30-plussers. Joshua onderzocht of deze doelgroep nog een klein beetje soepel in de heup is. Bring the Noise, we'll be running upon them. Ik ben hier in Club 7 in Lux. Volgens mij ligt gemiddelde leeftijd hier ongeveer op 35. Maar ik ga kijken of deze uitzocht een beetje kunnen losgaan. All the lights
Volgens mij kun je wel dansen, toch? Nou, dat weet ik niet. Laat je beste move zien. Jawel. Volgens mij kun je heel goed dansen. Ja, maar dan moet je me wel filmen als ik... Nee, maar laat het zien, laat het zien. Laat het zien. Ah, jawel. Kom maar. Nee, jij kunt dat net zo goed. Wat? Jij kunt dat net zo goed. Motherfuckers get ballast op, spas er aan vriend. Guess who's got the body jumping? Jou in de dag rijden voor een pumping. Snel step, break your fuck the system. My system pumps off, it's fucking fire. Sippin' to my world, now shit ice in paradise. Yo, what up dude, my brother mice. Won't pop your speakers, your hoods are Jesus. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. Bring the noise when we run upon them. Freak, freak, freak them. Tot slot gaan we naar de Groene Heuvels in Beuningen. Hier vond in 2014 een gloednieuw festival plaats, waar we sindsdien nog ieder jaar naar zijn teruggekeerd. Marit en Rick doken in de wereld van Alice in Wonderland voor de allereerste editie van Down the Rabbit Hole. En dat notabene terwijl het EK voetbal ook nog in volle gang was. Nou, daar zijn we dan bij Down the Rabbit Hole. Zoals je ziet, ziet het er hier al prachtig uit. Hoe het er binnen uitziet, gaan we nu bekijken. Down the Rabbit Hole is de eerste editie. Het is nu de zaterdag van Down the Rabbit Hole. Bevalt het tot nu toe het festival? Ja, het bevalt heel goed. Ik had verwacht dat ik me misschien een beetje zou vervelen omdat het zo klein is, maar het bevalt tot nu toe echt heel goed. Nederland heeft een hoop festivals en nu zijn we hier bij Down the Rabbit Hole. Maar waarom is Down the Rabbit Hole er nog bijgekomen eigenlijk? Nou, kijk, het is een beetje het kleine zusje van Lowlands. Lowlands is al jarenlang eigenlijk uitverkocht en ook dit jaar weer. En we denken dat er behoefte is in een andere tijd van het jaar, wanneer er andere bands toeren. Aan een festival met ook het campingconcept en dat je 3 dagen kaarten alleen maar kunt kopen. En dat je met elkaar 3 dagen lang een soort korte vakantie gaat aan dit prachtige meer in dit geval. Hoe is het thema eigenlijk tot stand gekomen? Ja, nou, kijk, het is inderdaad ook de titel van het eerste hoofdstuk van het boek van Alice in Wonderland. Maar het is ook dadelijk eigenlijk in Engeland een gezegde. Dat je in een andere realiteit komt. Dus in een parallel universum terechtkomt. En dat is wat we eigenlijk willen zijn. Een soort alternatief wereldje voor een paar dagen. Waar je ingaat en weer uitgaat. Je hebt helemaal geen band nodig. Nee, nou... Nee, ja, een leuk autootje. Dat is wel iets naar mijn goesting. Er zijn meer mensen die het hier volgens mij het allerleukste vinden. Ja, dat zie je heel goed. Dat zie ik goed, ja. Dus eigenlijk voor een festival heb je alleen een auto nodig met speakers en dat is het. Ik vind het een briljant idee. Zullen we samen even dansen? Ja, natuurlijk. Ja, laten we doen. Ja. Dit is voor de camera dans. Ja. Dit is wel een lekker plekje om te zitten, of niet? Ja, heel erg. Zijn er meer van dit soort plekjes te vinden? Ja, ik vond bij de vuurplaats ook heel leuk. Dat was ook heel grappig. Dus het festival is er ook weer op gericht om even lekker te zitten? Ja, ja, en dan even tot rust komen tussen de acts door. Ja, het is echt superleuk. Alleen we komen niet zoveel aan bandjes toe. Het is allemaal zo leuk wat er nog buiten de podia gebeurt. Dat heb ik meer gehoord inderdaad. We denken, oh wacht even hoor, misschien moeten we nog een keer een bandje gaan kijken. Dus hadden gewoon net zo goed geen bands kunnen zijn eigenlijk? Jawel. En wat voor soort festival is het? Soort festival is veel ouwe hoeren, leuke sfeer. En ja, qua muziek, dat moet je niet bij mij zijn, ik weet eigenlijk niet zo heel veel. Hebben jullie lekker gegeten? Heerlijk, ja. Stoofpotje. Stoofpotje. Dus het eten, dat zit wel goed hier op het festival. Ja, is echt goed. Zou ik jullie wat mogen vragen? Ja, lekker. Nee, dus. De konijntjes gaan weer het holletje in. Wiebelen. Ja, ja, wiebelen. Jullie verder huppen. Uit het, maar jullie blijven nog even in het holletje. Nee, inderdaad. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen, huppen. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen, huppen. Kom maar huppelen, alsof je in het bos bent.
Nou, dit was dan de zaterdag van Down the Rabbit Hole. Ik moet zeggen dat ik echt aangenaam verrast ben. Ik vind het echt een hele goede sfeer die hier hangt. Ze hebben er echt alles aan gedaan om het echt een supermooi festival te laten worden. Ik weet niet hoe het kan, maar ik moet heel nodig plassen. Dus. Zoals bekend is, vond deze zomer ook het WK voetbal plaats. Op de laatste festivaldag speelde Nederland tegen Mexico. Deze wedstrijd was op het terrein via een groot scherm te volgen, maar de muziekprogrammering liep ook gewoon door. Dus wat gaat dan voor? Muziek of voetbal? Ga je vandaag nog bij bands kijken? Dat weet ik nog niet zo goed. Ik heb me nog niet helemaal verdiept vandaag, maar ik ga sowieso nog wel flink feesten vanavond. Ja, absoluut. En voetbal? Voetbal, absoluut. Ga je ook kijken? Ga ik ook kijken, ja. Dan mis je de Naked and Famous. Ja. Ja, het is een beetje... Ik denk dat de sfeer toch bij Nederland-Mexico wel beter is. Wat heb jij een mooi pak aan? Dankjewel. Wat is het precies? Een kangaroo. Kangaroo. Bij het thema passen, maar wel... Had het geen konijn moeten zijn dan? Nee, het had eigenlijk konijn moeten zijn, maar het is toch een kangaroo. Zijn er nog bands die je wilt zien? Ja, MGMT wil ik heel graag heen. En Naked and Famous. En Vols, op het einde. Naked and Famous die speelt tijdens het WK. Wil je geen voetbal kijken? Ik zou normaal gesproken wel voetbal kijken, maar in dit geval niet. Muziek gaat voor. Muziek gaat voor, ja. Zijn jullie nog voor andere mensen speciaal gekomen? Nee. Puur voor het festival? Nee, ook niet. Waarom ben je hier dan? Ja, geen idee. Waarom zijn we hier? En wat vind je nou van het festival? Want het is de eerste editie. Bevalt het? Ja, super, super. Ik vind vooral leuke bandjes, uiteraard. Ik ken er niet zoveel, maar daardoor leer ik leuke bandjes kennen. Ja, het nachtprogramma mocht wel iets uitgebreider, maar dat wisten we natuurlijk al voordat we hier naartoe gingen. Ja, ja, leuk. What are you doing here? Just doing a bit of sketching, like just seeing what's around, you know, like chilling out, waiting for the bands to start. Yeah. Which bands do you like to see? Naked and Famous are my favorite, definitely Naked and Famous. And also MGMT, I'm looking forward to as well. What do you like about them? What, MGMT? They're just really psychedelic, aren't they? They're like, I can't wait to see all the visuals, like the lights and laser show as well and things like that. That should be awesome. And what do you think about the festival? It's really cool. It's a really chilled out one, isn't it? Like, you know, like no one's, I haven't seen any like angry people or any fighting. It's all really chilled out and everyone's really nice as well. Proost. Lekker aan het... Relax. Hoi. En lekker aan het hula hoepen? Nou ja, nee, niet dus. Bier drinken? Ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Nee, kijk, zij kunnen het allemaal. Ik kan het niet. Ik heb een heel goed item voor de show. Dit is het item voor de nieuwe show. Want deze man kan echt hula hoepen als een beest. Ik heb het vandaag geleerd. Ik heb het al 30 jaar geprobeerd. Het is me nooit gelukt. En dit festival is me gewoon gelukt. Het is 5 seconden geleden geboren, hè, dit. Laat eens wat zien dan. Ze hebben het er goed uit. Je moet 1 been naar voren. En je moet een beetje dirty bewegen. Dat is een beetje het idee zo. I'm sexy and I know it. Fuck yeah. Hey. Oh. Was het charmant? Ja, heel charmant. Ik vind het zelf redelijk. Het is bevrijdend als het lukt. Is dat zo? Het is echt lekker, want je denkt ik ga voor lul staan en dat lukt niet. Je moet heel veel doen en als het dan lukt, is het heel lekker. Hoe lang heb je hier nou op geoefend? Nou ja, wat ik zei, ik heb er denk ik echt 30 jaar op geoefend. Nooit gelukt. En nu 12 seconden op geoefend. Ik denk dat ik het jou kan uitleggen. Het is een beetje de vulgaire beweging, maar niet recht naar voren. Niet zo, maar een heel klein beetje zo. En dat is het. Geloof je dat je het kan? Nee. Gewoon doen. Recht voet. Ja, jasje eruit. Gaan we. What do you think, guru? Are you ready? Hoe voelde dat? Heel bevrijdend. Bevrijdend, hè? De konijntjes gaan weer terug in een holletje. En wij gaan snel naar huis om voetbal te kijken. Hiya. Bring the noise when we run upon them. Tot zover Bring the Noise Rewind. Volgende week zijn we er weer met meer terugblikken op Bring the Noise. En vanaf 7 september kun je vervolgens genieten van een gloednieuw seizoen, namelijk Bring the Noise The Revival. Volg ons alvast op Instagram via @BringTheNoiseRevival. En dan zie ik je graag volgende week weer. Dames en heren, wij zijn Nevroon. En dit is Bring the Herrie. Nee, Bring the Noise. De koningin is back, man.